Edward, wereldbekerfinale Göteborg. Je bent hier met Glocks Undercover. Met de veterinaire keuring achter de rug. Hoe is Glocks Undercover in vorm? Ja, eigenlijk heel goed. Ik moet zeggen, hij was hier gisteren en vandaag heel relaxed. Ik heb heerlijk gereden. De keuring gehad. Dus de eerste obstakels hebben we gehad. En nou hopen dat het morgen ook goed gaat. Waaruit bleek voor jou dat hij heel relaxed was? Ja, dat voel je met het rijden gewoon. Dan is hij gewoon, dan stapt hij ook veel beter. En ja, je merkt gewoon als je erop zit. Dan is het allemaal, maar hij begint het ook allemaal wat normaler te vinden. Dus wat dat betreft ziet het er goed uit. Heb je niet een beetje de angst dat, want gisteren en vandaag, dan reed je eigenlijk voor lege tribunes. Morgen. Ja. Zaterdag zitten de tribunes hartstikke vol. Ja. Dat het paard dan anders gaat reageren? Ik zou het niet weten. We zullen het zien. Hij zal er toch aan moeten wennen. En in Noord-Brabant ging het eigenlijk heel goed. Dus ik hoop dat het nou ook goed gaat. Dus ja, het is iedere keer nog wel een beetje spannend. Maar goed, we zullen het afwachten. We gaan ons best doen en meer kunnen we niet doen. Heel veel succes deze twee dagen. En een hoop op een hoge klassering. Dat hoop ik ook. Dankjewel. Oké, dankjewel.